Mijn naam is Sjoerd van Beelzen. Ik hou van auto's. En mijn passie deel ik heel graag met u. Ik vertel u details van hele bijzondere, opmerkelijke of opvallende auto's, zoals deze. Behoeft dit verdere introductie? Je ziet in één oogopslag welk model dat het is. Dit is de Lamborghini Aventador. En dan staat hij hier notabene in de uitmonstering SVJ. En dan, ja, die speciale editie 63. De SVJ 63 Aventador. Deze staat hier klaar om losgelaten te worden op het Nederlandse wegennet. Fantastisch. Maar hoeveel van die Aventadors zijn er nu eigenlijk in Nederland? Als we kijken naar de in Nederland geregistreerde exemplaren, 54 stuks, waarvan 20 roadsters en 34 coupés. Weet je wat de duurste is die op dit moment op Nederlands kenteken rijdt? Dat is een SVJ met een prijskaartje van 706.000 euro. En dan heeft die gefortuneerde liefhebber heeft dan 136.000 euro moeten overmaken naar de staatskas. Ja, daar schrik je van, 136.000 euro. Want wat koop je daar alleen al niet voor, hè? Maar weet je dat dat niet het hoogste BPM-bedrag is dat ooit voor een Lamborghini Aventador is betaald? Nee, 138.000. Dus een klein beetje meer. En die SVJ, dat is dan een roadster. Die duurste auto, de duurste coupé van de Aventador-serie die op Nederlands kenteken staat, 634.000 eurotjes. Absurd. 54 stuks op Nederlands kenteken, er zijn er meer, want niet alle klanten zetten die auto op Nederlands kenteken. Bijvoorbeeld op Duitse platen of op Belgische platen. Ja, maar als je deze auto wereldwijd bekijkt, gaan we even terug in die stamboom van die Lamborghini Aventador. De types met V12 motor. Jaren 90. Lamborghini Diablo. Productieoplage 2904 stuks. Zijn opvolger, de Murcielago, 4099 stuks. En dan komt hier de opvolger van de Murcielago, de Aventador. Ja, een jaar of 8 geleden voor het eerst toegelaten op de openbare weg. Productie loopt nog, maar het einde is in zicht. Want zijn opvolger staat gepland voor 2021. Productievolume tot nu toe, ze zijn over de 10.000 stuks. 10.000 stuks. Wie had dat ooit kunnen bedenken toen Audi in 1998 Lamborghini overnam en de heren daar in Sant'Agata Bolognese gewoon 250 Diablo's op jaarbasis vervaardigden? Absurd, hè? En dan gaan we naar dit exemplaar. De eigenaar van deze auto, die belde mij op en die zei: Sjoerd, ik heb een unieke auto. Als je wil, mag je er een video van maken. Vertel alsjeblieft niet wie ik ben. Laat niet het productienummer zien. Het kenteken mag absoluut niet in beeld. Ik wil anoniem blijven. Maar ik ben wel iemand, een liefhebber, die mijn auto met anderen deelt. En vandaar dat wij hem aan jullie mogen laten zien. Deze Lamborghini Aventador SVJ 63. De enige coupé variant die door de Nederlandse dealer is afgeleverd. Er is een tweede SVJ 63 in Nederland en dat is een roadster. Dus met een uitneembaar dakpaneel. En kijk dan wat hier voor ja, machine staat. Hè? Natuurlijk, ik heb het net even op een stoeltje naar zitten kijken. Even genieten van hoe fraai dat deze auto is. Van al die details. Van al die details. En wat me eigenlijk opviel, ja, je zou niet zeggen dat deze auto gewoon in 2011 is gepresenteerd. Dat die al zo lang op de markt is. Het is nog steeds een hele bijzondere, mooie, snelle verschijning. En nemen we het even mee in detail in deze auto. Want wat maakt nou die SVJ zo bijzonder? Hoe herken je die in één oogopslag? Natuurlijk, heel die frontsplitter is afwijkend met zijn ALA aerodynamica pakket. Hier onderin gaat de lucht, die komt hier naar boven toe. Die drukt die neus
op de grond. Aan de achterzijde heb je die imponerende spoiler waar centraal de lucht ingaat. Die wordt dan vervolgens in een koker naar boven geleid, in een luchtkanaal kan ik beter zeggen. En die lucht die wordt dan verspreid over die achtervleugel. Niet eronder, niet erboven, nee, erin. En die komt hier via deze luchtsleuven komt die naar buiten toe. En het is zelfs zo geregeld dat de elektronica kan zelf bepalen of die lucht nou naar links gaat of naar rechts. Wil je over dat soort details alles weten? Kijk dan even die fantastische video van Dries van der Els op autovisie.nl of op youtube.com/autovisie. Die vertelt jou precies hoe zo'n SVJ rijdt. En het is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Dit is toch wel een monsterlijk apparaat. Ja, monsterlijk apparaat, hè? Als je dan ziet, hij ziet er best wel zwaarlijvig uit. En als je dan weet dat hij gewoon in 6 minuten 44 seconden over die Noordslijf heen boendert, dan denk je ook van, ja, dat is waanzinnig. Maar dat is onder andere, heeft dat te maken met die luchtkanalen, met dat automobili Lamborghini en dan die actieve aerodynamica, dat ALA-systeem. Ja, nu we bij die achterkant zijn aanbeland, de klant van deze auto heeft, ja, natuurlijk, het is allemaal heel persoonlijk, hè, hoe je hem samenstelt. Maar hij heeft gekozen voor een hele mooie, helder blauwe kleur. Weet dat je 5 kleuren voor die carrosserie kan kiezen. Ja, 5. 5 kleuren blauw. Dus de mogelijkheden zijn gewoon legio. Je kunt zelf de kleur bepalen. Je kunt zelf zeggen van, ik wil die en die tint hebben. En Lamborghini die regelt dat voor jou. Hoe moeilijk is het om zo'n auto samen te stellen? Zo'n bijzondere auto. Hij is al bijzonder van zichzelf. En dan moet jij hem nog eens een keer gaan aankleden met bijvoorbeeld die witte lijnen die over dat achterdek heen loopt. De SVJ die heeft standaard een carbon fiber dak. Dus helemaal in naakt carbon uitgevoerd. Net zoals die motorafdekking. Zo herken je hem. Net zoals op de flank zie je dat die torpelverbreder die dan oploopt hier in zwart uitgevoerd. Karakteristiek voor die SVJ en dan die 63 editie met op de deur die aanduiding 63. Uiteraard een verwijzing naar het startjaar van automobili Lamborghini, 1963. De oplage van dit exemplaar is 63 stuks. De SVJ als een coupé, oplage 900 exemplaren, met daarbovenop die 63 exemplaren van die SVJ 63. Heb je het specifiek over die Roadster? Dan heb je het over een oplage van 800 eenheden. En heb je het dan over die SVJ 63 Roadster? Ook weer oplage 63. En al die auto's zijn niet individueel genummerd. Nee, hier staat gewoon 1 van 63. De aanduiding, hier het schildje. Ik hou ondertussen even mijn hand op het chassisnummer, dat niet zichtbaar is. Maar hier heb je het plaatje dat aangeeft dat het een limited edition is uit een reeks van slechts 63. Niet individueel genummerd, zei ik al. Nee, waarom? Omdat je altijd van die scheve gezichten krijgt van, ja, maar ik had liever nummer 28 gehad of ik had liever nummer 60 gehad. En wie wil nou niet nummer 1 of juist nummer 63 hebben? Want dat kenmerkt deze auto. We hadden het net over de kleur, hè? Keuze uit een legio aantal kleuren. Die wielen, mat titanium, gesmeden wielen. Achter, even uit mijn hoofd, 21 inch groot, voor 20 inch. Hier zie ik het staan, 355, 25 zetter, 21 band. Knoeperts van wielen, knoeperts van ja, banden met enorm veel grip. De kleur van die wielen kun je zelf bepalen. Meerdere tinten leverbaar. Die centrale lok, ja, hier in zwart uitgevoerd, optioneel in rood leverbaar. En dan zie je dat naafdopje is in dit exemplaar van dat mooie carbon fiber vervaardigd. Ja, je kunt ook gewoon kiezen voor normaal zwart. Maar in dit geval mooi carbon met dat opliggende goudzwarte logo dat er dan zo mooi uitknalt. Je ziet hier trouwens dat lipje zitten, noodzakelijk hè, voor die banden, vierwielbesturing, voor die banden om die binnen de wielkast te houden. Wil je weten waar dat lipje nou precies allemaal verdient? Kijk dan even een eerdere aflevering van Sjoerds Weetjes, ook te vinden op autovisie.nl. Hier, die witte strijping is ervoor gekozen. Uiteraard het logo met SVJ, de Italiaanse tricolore, hoort natuurlijk op een Italiaanse rassportwagen. Deze supercar uit Italië.
En dan zie je hier dat 63. Dat is mooi in de lak verwerkt. Het is gespoten op het deurpaneel. Optioneel kun je hier ook nog de aanduiding SVJ krijgen. En dan zijn er twee opties voor. Of je doet dat met een sticker, dus dan plak je hem gewoon op die achterzijde. Of je laat dat eveneens op een zeer kostbare wijze, moet ik zeggen, in die lak verwerken. Wat zou jij doen? Zou jij hier ook SVJ op laten zetten? Of zou je het zelfs beperken tot dat je nu al die aanduiding 63 op de deur hebt, die Italiaanse tricolore, en dan geen SVJ-aanduiding? Let ik even op die dorpels, hè? Imponerend. Met dat ingenieuze frontsplitter-design. Die karakteristieke koplamp, hè? Met dat ei-patroon, hè? Kenmerkend voor Lamborghini. En dat interieur. Voorzichtig openen. De klant moet hem nog in ontvangst nemen. Maar, wat ik al zei, wij mogen hem voor de aflevering nog even snel filmen. Vandaar dat ik die handschoentjes draag. Want ik wil niet dat mijn vette vingers op die kostbare lak worden afgedrukt. Let op dat interieur. Kijk, die blauwe tint van de buitenzijde komt mooi in het interieur terug. Je ziet die stiksels op het dashboard. Je ziet ze op de dorpol. Boven zie je die piping op het instrumentariumpaneel. Die stitching is in dit geval gewoon in één lijn. Maar optioneel kun je ook cross-stitching krijgen. Dan zijn ze allemaal kruislings. Dat zorgt er wel voor, overigens, dat die stoelen wat steviger worden. En als ze steviger zijn en je hebt zij-airbags, dan moet je daar wel even rekening mee houden als je dat bestelt. Want het is een kostbare optie, omdat ze daar speciale typegoedkeuring voor nodig hebben. En dan zie je in beide stoelen zie je de SVJ-aanduiding. Dan kun je zeggen, oké, dat is te veel van het goede, dat hoef ik niet. Lamborghini regelt dat voor jou. Maar je kunt ook zeggen van, weet je wat, ik wil dat mooi in grijs uitgevoerd. Of ik wil dat in groen uitgevoerd. Of ik wil dat in een andere specifieke tint hebben. Dat kan. Die aanduiding SV, wat staat voor super veloce, super snel betekent dat. Die kun je in allerlei verschillende kleuren kun je die krijgen. Die kleurt altijd rood. En in dit geval heeft de koper gekozen voor comfortstoelen. In de standaard lijst, wat is standaard, hè? Heb je carbon fiber kuipstoelen. Die zijn wat dunner, die zijn wat lichter. Maar ja, die missen dus comfort, want anders noem je deze zetels niet comfortstoelen. In dit geval elektrisch verstelbaar, zitvlak plus rugleuning en bekleed met Alcantara. En, notabene, stoelverwarming. Als je nou kiest voor die standaard carbon fiber stoelen, dan worden die bekleed met carbon skin. En dat carbon skin, dat is 28% lichter dan de Alcantara bekleding die in dit exemplaar zit. Mijn ogen, als je op mijn ogen let, ik flits nu overal naartoe, want het is wel heel mooi afgewerkt. Hè? Met ook hier bovenin die baan in het dak, die meer kleurig is, maar daar ook die blauwe subtiele lijn tussendoor loopt richting die achterzijde. Zoals je die eigenlijk ook op dat achterdek ziet, maar dan in het wit. Carbon fiber afwerking van de middentunnel. Stuurwiel heb je in verschillende aankledingsmogelijkheden. Onder andere met carbon fiber. Ja, als je het mij vraagt, ik vind carbon fiber, dat vind ik fantastisch. Nu zie je ook die, we kunnen het geen matte set noemen, maar we kunnen het wel de vloerbekleding noemen. Heb je ook in verschillende mogelijkheden, carbon fiber of in aluminium. En je ziet dat patroon, wat ik net zei over die voorste lichtunits, dat zie je ook hier in dat, in die vloerbedekking zie je dat terugkomen. En in dit geval is het blauw matching met de exterieurkleur, maar je kunt allerlei verschillende kleuren voor die structuur kun je kiezen. En als je dan buiten die bedekking van de bodem kijkt, dan zie je carbon fiber overal. Maar hier in het midden zie je dan Alcantara bekleding.
De gordels, in dit geval zijn ze gewoon zwart, matching met de stoelbekleding. Maar als je rode wil of gele, no problem. Je kunt ze gewoon bestellen. Ja. Ik denk dat dat een van het moeilijkste is. Als je in de mogelijkheden bent om deze auto te kunnen aanschaffen. Om zo'n auto te kunnen samenstellen. Maar ja, als ik vaak Lamborghini of Ferrari kopers spreek. De een zegt ja, ik was er in een uurtje mee klaar. En de ander zegt ja, ik ben naar de fabriek geweest om te kijken welke kleur ik nou precies wil hebben. Want ik kan niet kiezen op basis van een configurator online. Ik moet de auto in het echt zien. Maar als je het mij vraagt hoe die auto hier staat, ik vind hem super racy en ik vind hem super chic. Weet je wat dan een mooi detail is? Is heel dat achterdek, hè? Met een klein subtiel ruitje. En dan kun je zelfs nog als optie kun je bepalen hoe dat middendeel van die V12 eruit moet komen te zien. In dit geval gewoon zwart uitgevoerd. Maar je kunt er ook voor kiezen dat die in carbon fiber is gemaakt. Ja, en als we het dan over hele gekke details hebben, dan hebben we het over de veren van de auto. Ja, en de veren van de auto, die zie je niet, want die zijn verstopt onder dit mooie carbon fiber paneel. Ja, wie mij kent, die weet, Sjoerd is knettergek en die zou dit zelfs aan zijn muur hangen. Ik denk dat als ik de eigenaar zou zijn van deze Lamborghini, dat ik hem in de garage zou zetten en ik zou elke keer dat ik met die auto heb gereden, dit paneel eraf halen en dan, ik doe het even heel voorzichtig, want kijk, dan zou ik dit paneel zou ik gewoon aan de muur in de huiskamer hangen. Zo gek zou ik zijn. Maar let even op die veren. In dit geval zijn ze zwart. Maar je kunt ze krijgen in meerdere kleuren. Dus als jij zegt van, nou, laat ik eens gek doen. Dan kun je ervoor kiezen om die panelen ook gewoon in het rood te laten uitvoeren. Waanzinnig, hè? Waanzinnig. Dat is echt van, ja, gekkigheid. Dan denk ik trouwens, want kijk, alleen vanuit deze positie kun je ze zien. Kijk, hier tussendoor, als je daar kijkt, dan zie je ze. Dus als je dan voor die optionele rode veren zou hebben gekozen, dan zou je ze alleen, als je achter de auto staat, zou je ze zien. Ja. De Lamborghini Aventador SVJ63, hier staat hij dan in de coupé-uitvoering. Binnenkort op de Nederlandse weg te bewonderen. Eén van op de Nederlandse weg te bewonderen.